Handjes in de lucht iedereen, let's do this. D-Battle, ho! Rappers willen vliegen, maar ze vliegen uit de bocht. Het vocht waarnaar je zocht, zet je spot op de tocht. Noem mij de 9 milliliter flows, knallen uit je speaker. Om het ene oor in, maar nooit het andere weer uit te vliegen. Voor wie wil vangen wat ik ophoest? Shit is te ziek, dus hou je koest of krijg die koude douche. Ik lees je de les. Geen brief en een fles, maar een pakket dat wordt bezorgd met door de R. Met de UPS, probeer te bijten. Jouw stijl zal nooit op de mijne lijken, want de pijl blijft stijgen. Tot ik doorbreek als dijken en de lijst overspoel. Met flow en gevoel en jij wil op me spugen, maar het kan niet met je droge smoel. Ik denk, ik zeg het je vast. Haal je regenjack uit de kast, want je wordt kletsnat wanneer ik spit, spetter en spat. Vers geperst sap, hoe lekker is dat? Gasten zijn doper dan ik en hun wekker ging af. Robian, yes. Faka Karimineel, let's do this. Round one. Ja, toch. I done. Yo, check it. Yo, respect gaat uit naar mijn moeder en mijn vader, mijn broer, mijn zus dus, al mijn kameraden, mijn oma, mijn vermoorde oom en overleden opa. Hip-hop is mijn ding, dus ik zeg het ze zo, ja. Ik clear mijn lieve nichtjes en chill met mijn lijpe neven. Mijn naaste, daar heb ik inspiratie door gekregen. In tijd van nood hebben zij mij geholpen. Zij hebben nog nooit een fout van mij verworpen. Als zij hier niet waren, dan was ik zeker ontspoord. Dan zou ik vastzitten, had niemand deze shit gehoord. Dus ik ben me van bewust wat mijn naaste waard zijn. Dat ik van ze hou vertrouwen, alles behalve gaar zijn. Oké, misschien klinkt deze shit cliché. Maar zonder vrienden en familie ben je niks. Nee, dus ik kom eerlijk. En ik ben absoluut geen zeiker. Bij de battle wil ik mijn dank laten blijken. Ja, zo. En Karimineel hier, huh? Karimineel hier vindt dat asielzoekers en Antillianen. Get them out, weg ermee. Voor de discussie natuurlijk. Dat betekent dat Robian daar helemaal mee oneens is. Ik wil weten of dat we hier zijn voor Mr. Wicks. Ja. Ja. Ten eerste respect naar mijn broeder Kawa. Oké, voor de liefde man. Ja. Inderdaad, Nederland voert een vreemd asielbeleid. Vaag, want niemand wordt gezien als gelijk. Maar scheid, zet ze er allemaal uit. Je weet toch, gewoon, zonder besluit. Richting zuid, richting noord, richting oost of richting west. Of zet ze op een boot zonder fucking reddingsvest. Een hoop gestrest, want elke burger, die wordt geflesd. Want hij betaalt asielzoekers een Nederlandse les. Verpand, maar gast, lees eens in de krant. De bezuinigingen in dit land lopen uit de hand. En yo, misschien klink ik misschien deviant. Maar yo, ik bekijk het van de andere kant. Politiek asiel is fucked up en zeker niet oké. Maar luister dan, elke asielzoeker heeft zijn dossier. En die is grondig nagekeken en zeker niet vergeten. Maar de situatie in zijn land is niet meer te bevrezen. Oké. Wat ik wil weten, wat is nou 26.000 op 16 miljoen? Ik snap niet goed wat het kabinet hier wil doen. Ze lijken het te hebben over lastige mensen. Maar denk eens na, politieke dissidenten. Dat zijn juist diegenen die te veel wisten. Artsen, advocaten, juristen. Plus ze hebben vaak kids die hier op school zitten. Alleen dit land kennen en het straks toch moeten missen. 26.000 asielzoekers geschot en op de trein gezet als extins in viervoeters. En het is zeker dat een deel dan ook zijn trein niet haalt, maar liever hier blijft, al is het illegaal. Dan maar zwart werken, of nog een stapje verder, de misdaad in. Je zal het niet meteen merken, want die mensen zitten dan niet meer in ons systeem. Maar op de lange termijn is dat een veel groter probleem. Wow. Eventjes wat we hiervan vinden. Dit is dus duidelijk die struisvogelpolitiek. Wat de minister niet ziet, gebeurt hopelijk niet. Maar als je iemand terugstuurt naar waar hij vandaan kwam, dan geef je toe dat je het probleem zelf niet aan kan. En dat probleem heb je zelf gecreëerd. Want waarom wonen al die Antillianen hier ook weer? En weet je wat charmant is? Blijkbaar kan dit pas sinds de Antillen weer officieel een deel van Nederland is. Dus het zou kunnen dat lastige Friezen binnenkort hun recht op wonen in de Randstad verliezen. Of Limburgers uit het luie zuiden een toets moeten dienen doen als ze hierheen willen verhuizen. Europa zonder grenzen, fuck dit. Je wil geen binnenlandse grens die op slot zit. Laat die Antilliaanse jongeren hier nou maar blijven. Ik zie het land liever verzwarten dan vergrijzen. What's up, komt erbij? Nou, ik weet het niet. En yo, fuck dit kabinet, hey, Makamba Stinky. Nederland was toch de baas over de Antillen. En nu blijkt dat ze hier geen anti's meer willen. Ten eerste snap ik niet waarom die anti's hier komen. Want daar heb je zondag in je heel de dag dromen. Op een tropisch eiland, daar leef ik niet deviant. Je weet toch, daar chill ik in de zon met de fucking krant. Dus check it.
En yo, ik kick die laatste acht gewoon hier ter plekke. En de Antillen is veel lekkerder, oké. En yo, shit wordt vergeleken, je daden. En yo, maar je wordt hier niet vergeten. Oké, afsluitend. Robian, kom op. Ik wil koning in een kabinet zien op een balkon. Met de aankondiging van een generaal, pardon. Ik wil op vakantie kunnen naar de Antillen. Zonder dat ze daar mijn koffers mee naar Nederland willen. Nederland is al lang niet meer tolerant. Ik wil een regering die zich toont van haar menselijke kant. Huh? Yo, het is niet tof, Nederland verlaten voor geweld. Echter, dat is niet het enige wat hier in Holland telt. Als het weer kan, dan moet je terug naar eigen land. Zo houd je de instroom vluchtelingen in bedwang. Je hoort me zeiken over Antillianen. Maar fuck it, ik spreek ook namens de fucking Marokkanen. Dus check it. En yo, die shit is niet lekker. Hé, ik was niet eens met deze stelling, fuck hem als Black & Decker. Uh-oh. Kijk. Nu is dat moment aangebroken. Jeetje. Drie rondes, Mr. Wicks, Karimineel en Robian. Kijk met me mee naar de decibelmeter, mensen. Wordt het Karimineel? Of wordt de winnaar van deze aflevering van die battle Robian? Het is duidelijk, Wicks. Wicksy. Robian, gefeliciteerd. Karimineel.